De kunstenaar Arild Veld is uitgekozen om een kunstwerk te maken van de 8 oude ankers die bij het schoonmaken van de Waal zijn gevonden. Zijn kunstwerk met de toepasselijke naam Ankers in Zicht is klaar en wordt binnenkort geplaatst aan de Waalkade. Het begon met het schoonmaken van de Waalhaven en daar kwamen naast allerlei andere spullen kwamen er allemaal ankers naar boven. En 8 van die ankers die zijn nu verwerkt in het ankerkunstwerk. Mooi dat ze geschiedenis hebben. Je weet niet wanneer er iets is misgegaan, wanneer die ketting brak bijvoorbeeld. En sommige liggen er misschien wel 100 jaar. Wie zal het zeggen? Ja, ik heb gewoon respect voor het vakmanschap waarmee ze gemaakt zijn. Ander aspect ervan is dat ik alles heb omgedraaid. Normaal is treksterkte de belangrijkste eigenschap van ijzer. Maar ik heb ze op zichzelf gezet. En met de kettingen omhoog, die reiken naar de hemel. Met een soort sculpturale slinger eromheen, om het geheel ook te verstevigen. Ja, die schetsen die zijn voorgelegd aan, aan de woonbotenvereniging. En in samenspraak daarmee hebben we uiteindelijk gekozen dat het dit concept zou worden. Dat kwam dan mooi samen met de prijsvraag die de gemeente uit heeft geschreven destijds, waarna ik het kon gaan uitvoeren. Het kunstwerk heet Ankers in Zicht, maar je zou het ook luchtschepen kunnen noemen. Dat bij wijze van spreken de schepen in de lucht hangen en dat ze hier vast staan. Of het moment wat je nooit ziet wanneer een schip zijn anker laat vallen. Dan is er één moment dat het anker op de bodem terechtkomt. En dan die eerste aanraking. Er wordt een horizontale ondergrond geplaatst en daarna een rij betonblokken waar ze op vastgezet worden. En dan kun je daar in de Waalhaven straks, als je voor het kunstwerk staat, heb je het hele uitzicht naar Lent toe. En dan zie je straks de schepen door de kettingen en de ankers heen varen. Tenminste, dat zie ik zo voor me en ik hoop dat dat ook zo gaat worden.